Hey, ik ben Anthony van Guitar Training Studio. In deze video zullen we bekijken hoe je eigenlijk met toonladders, blues riffs en riffs in het algemeen kunt schrijven. Dus blues riffs, rock riffs. En het is een heel leuk mechanisme die erachter zit als je toonladders kent en je wilt riffs gaan schrijven om die verband tussen de twee te zien. Dus als je weet hoe dat een toonladder in elkaar zit, zoals een blues toonladder, zullen we hier als voorbeeld gebruiken, dan weet je dat die bestaat uit een aantal opeenvolgende noten. En die opeenvolgende noten spelen we heel vaak als een patroon op de gitaar. We noemen deze patroon ook wel posities of boxen, boxposities enzovoort. Uiteindelijk kunnen we die patroon beter beginnen begrijpen door ze visueler op de gitaar te gaan spelen op één snaar. Op die manier zie je de verbanden tussen de verschillende noten, de intervallen tussen de noten, eigenlijk mooier uitgelegd. En als we dit willen gaan doen voor de blues toonladder, bijvoorbeeld op de zesde snaar, dan krijgen we eigenlijk de volgende noten. Dus de blues toonladder is een hextatonische toonladder. Dat is eigenlijk het verschil met de pentatonische toonladder. Penta wil zeggen 5. En nu voegen we er 1 toon aan toe. Dus we hebben in totaal 6 noten. Dus deze hier op de zesde snaar, de blues toonladder in E, zou het dit zijn. Zijn eigenlijk de E-noot als losse snaar. De G-noot op de derde fret. De A-noot op de vijfde fret. De B-molnoot op de zesde fret. De B-noot op de zevende fret. En tenslotte de D-noot op de tiende fret. Voordat we terug op de E-noot terechtkomen. En als je dus op die manier de toonladder speelt, kan je eigenlijk wel al een riffje creëren. Bijvoorbeeld op 1 snaar. Het zal wel nog een beetje body ontbreken, de riff. Maar we kunnen dit gaan doen. We gaan dat direct doen. Maar we gaan eerst kijken hoe kunnen we een riff maken die meer body heeft. Dus daarom gebruiken we meestal deze akkoord. En dat zijn power chords. Ooit op het YouTube-kanaal, heel in het begin, heb ik video's gemaakt die van ongelooflijk slechte productiekwaliteit zijn. Je hebt die waarschijnlijk ooit al eens gezien. Over power chords. En er staat ook op de website gitaarles.be een heel e-book eigenlijk, die gaat over de power chords, akkoorden die we in de rock kunnen gebruiken. En dat noemt de beginnende rockgitarist. Nu, als je nog niet weet wat dat power chords zijn, zeker eens deze bron bekijken. Maar uiteindelijk spelen we hier 2 of 3 snaren samen bij de power chords in een bepaalde vingerzetting. En natuurlijk, we kunnen er nog meer body aan geven. Ik speel nu op een clean versterker. Zonder eigenlijk effecten zoals distortion of gain, moesten we dan nog een zwaardere corolla geven aan, als effect, dan zou het er nog meer body zitten in die riffs. Maar dat is eigenlijk de manier waarop dat we te werk kunnen gaan om van toonladders eigenlijk naar riffs te gaan. En zo kunnen we gelijk welke toonladder nemen en eigenlijk deze harmoniseren in power chords. Harmoniseren wil zeggen dat we eigenlijk de toonladder gaan in akkoorden omzetten. En nu, heel simpel, hebben we de blues toonladder in power chords omgezet. En kan je zelf gaan experimenteren door eigenlijk gewoon de toonladder in power chords te spelen. In een willekeurige volgorde, willekeurig ritme. En je kan natuurlijk gaan improviseren met ritmiek en frasering van de riffs. Dus, Dus op die manier kan je eigenlijk coole riffs maken. En die blues toonladder wordt heel vaak geharmoniseerd in power chords om daar riffs mee te vormen. Bijvoorbeeld in stijlen zoals rock, blues rock in mindere mate, maar zeker in de rock. In de metal komt eigenlijk de blues keil ook heel vaak voor in verschillende instanties. Metallica gebruikt de blues toonladder heel vaak in hun riffs. Ik denk maar aan bands zoals Ozzy Osbourne had eigenlijk bijvoorbeeld ook gewoon bijvoorbeeld in een strofe niet meer doen dan
het E5-akkoord en dan bmol 5, dus twee akkoorden die uit die bluestone-ladder komen. En als je in een rockband speelt, nu weliswaar ietsje hardere rock, een beetje meer de venijnige tritonus die we hier horen, de tritone, als je iets van de theorie kent, dat is eigenlijk de mol 5 ten opzichte van de grondnoot dat we hier spelen, heeft dat venijnige duivelse klank, die venijnige duivelse klank teweeg. Deze kunnen we hier heel goed gebruiken. En als je in een band speelt, kan het zijn dat je gewoon die twee akkoorden speelt. Als strofe bijvoorbeeld, dat hoeft soms niet meer dan dat te zijn. En het is goed dus om bewust ervan te zijn dat die altijd van een toonladder afkomstig zijn. En nu dat je dit weet, kan je eigenlijk gewoon alle toonladders op één snaar spelen, op je dikke, de lage E-snaar. En dan kan je bijvoorbeeld die gaan harmoniseren in power chord. En op die manier eigenlijk de coolste riffs gaan maken. En ook weet je op voorhand nu hoe dat een bepaalde riff die wel maken gaat klinken. Dus stel je voor dat je in een band speelt en er wordt gevraagd aan je van speel de keer een riff in bijvoorbeeld een happy feel, een riff die happy klinkt. Zoals in skatepunk of punkmuziek zijn er wel instanties waar dat je riffs happy moet doen klinken. En dan kun je zeggen, oké, welke toonladder klinkt er happy? De major scale, de majeur toonladder. Speel de majeur toonladder op één snaar. Je harmoniseert die. En dan heb je al de power chords die je kan eigenlijk vormen om daarmee riffs te creëren. En je merkt direct, dat is een hele andere sound dan als we een riff creëren vanuit de bluestone-ladder. Dus ik hoop dat je wat aan deze les hebt gehad over hoe dat we toonladders kunnen omzetten in riffs. En als je comments hebt of feedback wil geven, zeker welkom hier op het YouTube-kanaal. Dat doet enorm veel goed om de feedback te lezen en de comments die je wilt plaatsen. Zeker ook subscriben als je dat nog niet gedaan hebt. En neem even een kijkje op de website gitaarles.be. Daar vind je eigenlijk heel veel verschillende gratis resources die je kunt downloaden, zoals e-books, die je dan dieper kan gaan bestuderen om de materie die we hier hebben uitgelegd nog beter te snappen. Bijvoorbeeld een volledig gratis bluesgitaar e-book die je daar kunt downloaden.